eerste schot. Jij. Ja. Ik durf mijn eigen zeggen, maar het duidelijk. Ja. Ja. En de Killian eigenlijk ook. Ja. Maar hij bent alleen nog niet meer wel te voeten. Ja. Dus. Ja, jij bent ook al je man. Vooral voor een heel hard schot. Ja, maar nog niet altijd heel goed gericht. Ik vind, in mijn ogen is dat toch met die dame of Jessin. Jessin heeft een heel hard, maar toch precies schot. Je kunt een hard schot hebben zoals Piet, maar niet altijd efficiënt. Maar Jessin die trapt vrij hard en ook altijd echt goed in de hoeken. Dus dat is echt zo heel goed. En met die, ja, die kan goed de bal controleren. Qua schot en steekt bij mij toch wel goed uit. Ik zou ook wel inderdaad Jessin en Matty zeggen. Maar ik zou ook wel een Tijl en de Killian. Ik denk dat de Killian bij links en rechts zo kan shotten. En ik denk dat dat toch wel opvallend is tegenover andere spelers. Met twee op goed te kunnen shotten. En dat bij hem het hardst een groot voordeel is. Ja, Jessin. Sowieso. Ja, zeker en vast. Sowieso. De training daar. Je kan er echt kanonnen lossen, dat zeg ik niet. Want je kan met effect trappen en ook gigantisch hard. En dat is niet zo simpel. Dan denk ik de Killian, omdat hij tweevoetig is, die kan met links en met rechts schieten. Kan hard trappen aan de goal en ook wel geplaatst. Dus. Ja, maar gezien puur op kracht is eerder de Piet of de Jessing ofzo, die heeft echt wel een bom aan. Maar de Killian die kan wel, die kan hard ingeplaatst hebben, die kan wel. En een kan ook wel een goal shot. En ook, is hij ook geen slechte links van nou? Nee. Met tegenwoordig, je nee, veel meer links. Dus jij zegt, als je ziet, zo gezegd een verdediger. In die mensen zo nooit gedacht dat een verdediger was, maar toch heb je bijna geen enkel val in plaats niet zitten op de eerste twee trainingen. Dus daar wil ik niet voor in de goal staan dat die een bal komt. Ja. Dat is zeker wel mooi geplaatst en een heel hard schot. En op techniek vooral, of ook iets op kracht? Op kracht en techniek vooral, ja. Dat is, je hebt er veel aan het trappen en niet in het kader raken, maar wij wisten dan hoe door te trekken. Ja, voor mij ook een Jess, omdat hij, het is echt een goede traptechniek. Ook niet te zacht of zo, en is altijd wel proper erin, dus. Dijlen wil een heel goede schot. Ja, op de Jessin heb ik al een goede poeier kunnen opgeven. Ja. Soms zie je ineens een bal dat je ineens flups, die is gewoon ineens bij je bal. Piet, je kan er ook streven op. Ja, de Piet, dat moet je wel opgeven. Maar gewoon strepen bij de Piet. Bij de Tijl zijn het eerder hoofdbal. Bij de Piet zijn het echt strepen. Ik heb altijd schrik als de Piet verkomt. Maar ik ben niet bij de Jessin, hè? Ja, ik weet niet, daar heb ik nog niet veel schoten aan gekregen. Dus. Wat de heet. Ik denk dat ook wel met de Killian en de Tijl of de twee voeten gewoon. Maar als je dan voor vrij trapt, dan zou je dat ook de mat trekken. Op die begin van de training wordt al wat te zien. Met de hoek en de stemmatie trots. Yes, sowieso wel. De eerste training al gezien, ik kan niet gewoon de goal schotten. Technisch hard. Ja, vooral hard. Ook hard, maar zelf geplaatst hard. Dat kan hem.